3 mei is het weer de dag van de persvrijheid. Nou, dat gaat natuurlijk ook over de vrijheid van meningsuiting. Sinds Parijs en Brussel en nu ook Ebru Umar in Turkije is opgepakt omdat ze Erdogan beledigd zou hebben, is dat natuurlijk wel een belangrijk thema. Altijd al geweest, maar nu misschien wel extra. De vraag is een beetje, waar ligt de grens? Dat is ook het thema van de dag van de persvrijheid dit jaar. Dat gaat natuurlijk niet alleen maar over wat journalisten wel of niet mogen zeggen, maar eigenlijk wat iedereen wel of niet mag zeggen, mag doen, mag filmen. Hoe die zijn mening mag uiten, ook op social media. In tekst, gesproken, op straat, maakt allemaal niet uit. Dat is natuurlijk gewoon een heel erg lastig onderwerp. Dat er iemand vervolgd wordt in Duitsland, of mogelijk vervolgd wordt in Duitsland, omdat hij een bevriend staatshoofd beledigd heeft. Ja, dat vindt iedereen natuurlijk absurd. Nou, zo'n artikel hebben we inderdaad in de Nederlandse wet ook. Maar we hebben in Nederland überhaupt een artikel voor belediging of tegen belediging eigenlijk. Het staat gewoon in ons wetboek voor strafrecht dat belediging niet mag. Nou, eenvoudige belediging, ja, daar staat natuurlijk niet zo'n hele zware straf op. Dan hebben we ook nog smaad en laster. Nou, dan hangt er nog vanaf of je dus iets op schrift hebt gezet of dat je het gewoon ergens hebt geuit. Nou, dan denk ik dat video inmiddels ook wel gelijkgesteld wordt aan iets dat je hebt opgeschreven. En het maakt nog uit of het waar is wat je gezegd hebt of niet. Heel veel mensen vragen er nu om dat hele belediging eigenlijk uit het strafrecht te halen. Ik vraag me af of dat een goed idee is. Tuurlijk. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar ik denk dat daar ook grenzen aan moeten zitten. Nu er mensen voor opgepakt worden, vinden we natuurlijk dat het allemaal veel te ver gaat en dat het allemaal niet moet mogen. Nou, daar ben ik het uiteraard mee eens. Maar ik krijg net zoveel mails, WhatsAppjes, DM's, dat mensen zeggen, is dit geen smaad, is dit geen laster, hier moet ik toch iets tegen kunnen doen. Wat ze nu van mij op YouTube hebben gezet, wat er nu allemaal op Facebook wordt gezet, dat kan absoluut niet. Ja, soms is het helemaal geen smaad of laster. Daar kunnen we dan niet zoveel mee doen. Misschien is het schending van eer en goede naam. Kun je civiele procedure beginnen. Maar dat betekent dus wel dat we kennelijk zelf eigenlijk ook wel die behoefte hebben aan die grens van de vrijheid van meningsuiting. Niet niet zo'n heel inhoudelijk vlogje vandaag. Maar ik denk wel dat je goed na moet denken op wat je doet. Tuurlijk, een grapje moet kunnen. Absoluut. Helemaal geen probleem. Maar mensen uit gaan schelden, te ver gaan, onwaarheden vertellen. Ja, weet je, dat is misschien wel waar ongeveer de grens ligt. Ik ben wel heel erg benieuwd waar jij vindt dat de grens ligt. Of je misschien voorbeelden hebt van filmpjes, andere uitingen waarvan je denkt, ik weet het niet zo goed. Gaat dit te ver of niet? Ik ben heel benieuwd wat je daarvan vindt. Doei!